Gian Vergeer is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Keienpol uit Zomerenheide. Prins Gian de Nierste werd op zaterdag 18 november als 60e regent van het land van De Keienpol onthuld. Harry van Horik van Sirius TV praat uitgebreid met de prins en zijn gevolg in de residentiezaal Heidehof. Prins Gian, proficiat. 18 november ben je onthuld als prins. Hoe is dat gekomen? Ja, ik ben weggelokt bij ons op het werk. Ja, de baas had ook in het complot. Wanneer was dat? Dat was, ik weet inderdaad niet meer precies, een beetje half september ergens. 10 september, hou maar een beetje aan daar rond die koers. Ja. Toen hebben ze me weggelokt en ja, naar een café hierachter, ergens in de Zomerhei. Daar moest ik zogenaamd gaan lossen, maar ja, dat bleek dus iets anders te zijn. Maar daar had ik niet aan zien komen? Nee, daar had ik niet aan zien komen. En toen ze me vroegen, voelde ik hem nog niet aankomen. Dus ik heb er nog... ja, ik denk tussen de 5 en 10 minuten gestaan dat ze de vraag al gesteld was. Maar dan zei nee, maar ik meen nog steeds dat ik moest gaan lossen dan. Maar dat ging hem dus niet worden. Ja, en jij zit niet meteen ja? Ik zei plankgas nee. Echt waar? Ja, dat zei ik. Want? Ja, daar had ik het dan wel ooit al uitgesproken. En, of ja, niet dat je dat dan per se uit had gesproken van, oh, dat wil ik niet. Maar nee, dat ga ik niet doen. Niks voor jou. Dat past helemaal niet bij mij. Nee. Maar ja, dat is handig zeggen, totdat je erover na gaat denken. En dan wordt het toch allemaal wel weer anders. Ja, maar eerst overleggen met prinses Angela. Ja, uiteraard. Ja. Die mag eerst ook een keer natuurlijk nee zeggen. En wat zeg je, Angela? Ook nee? Nou, die prinses zei ook in eerste instantie, zijn ze helemaal gek geworden. Ik dacht, nou, wat krijgen we nou? Nee, ik was niet meteen... ik dacht, goed, moest even landen. En hoe lang heeft het dan geduurd, de landen? We hebben er 2 slapeloze nachten van gehad, zo ongeveer, denk ik. En toen, uiteindelijk een knoop doorgehakt. Ja, en nou ben ik een paar weken verder en denk, waar heb ik nou druk over gemaakt? Ja, zeker. Ja? Ja, dat gaat ook echt zo mega snel. En, Gian, dan komt er dan een tijd tegen mond dicht moet houden tegen iedereen. Ja. Dat is ook niet zo makkelijk of wel? Ja, weet dat is dan, ik wist dat mijn baas in het complot zat, dus daar kon ik het ermee over hebben. Ik kon het er thuis met Angela over hebben. Ja, ik hoef ook niet tegen iedereen te praten dan op dat moment daarover. Ja, ik kon dat wel. En ik had niet het idee dat de focus op mij lag, dus dan maak ik het ook al een stuk handiger. Ja, niemand had jou als prins gezien? Toen ik eruit kwam die dag, toen kwam er toch wel een paar keer een neef tevoorschijn met zijn vrouw die mij geraaien had. Maar voor de verder rest niet daar, niet, nee. Maar het is nooit in jou opgekomen van, nou, misschien is er iets voor min. Nooit? Nee, want dan zou ik nou weer nee zeggen. Ik zou in eerste instantie ja. Je bent maar nou ik het weet, zou ik natuurlijk weer plank als ja zeggen, maar... Nee. Je was met carnaval ook nooit in het land of zo? De laatste 10 jaar alleen met de jeugdmiddag. Ja. Omdat zat ik eigenlijk over het kanaal. Ja, wist ik mijn zwager helpen. Ja. Ja. Dus, ja, daar kan ik niet onderuit. Ja. Maar wel, altijd wel... Ik ben nooit weg geweest op vakantie of ontvlucht of zo. Dus ik was er wel altijd bij in het café, maar niet hier in het land van de Keienpol. Ja, en nou ben ik het. Hoe voelt het? Ja, fantastisch. Ja? Fantastisch. Ja, schitterend. En het mooiste moet nog komen. Het moet nog beginnen. Dat kan ik pas over een tijdje zeggen. Dat zeg ik wel, ja. Hoe was de onthulling? Geweldig. Of de dag zelf? Ook heel mooi. En de dag ervoor was schitterend. Toen hebben we het onze kinderen verteld. Ja. Dus dat was ook een... En die ding op zich. En die sprongen wel een gat in de lucht. Ja. Vergeleken met jullie. Ja, ja we waren wel enthousiast. Ja, we eigenlijk bij sowieso bij 1, misschien 2 dagen van hoe zouden we die erop reageren? Ja, die allemaal schitterend. Ja, en dan komt de onthulling. Ja. Spannend. Ja. Of meer. Nou, ik voor jou. Was wel blij dat eigenlijk het hoge bord eruit was. Want ik dacht echt, er staat hier op mijn voorhoofd wij worden dadelijk het nieuwe prinsenpaar. Of in ieder geval, hij was sowieso de prins. En ik dacht, ik had het wel echt wat moeite mee om het voor me te houden. Ik dacht, nu mag het wel voor zover zijn. Ja, en dan is het zover. Je komt achter een gordijn of kom je uit een kist? Of hoe gaat dat hier in de hei? Hier in de hei had ze al een vooract verzonnen. En dan op een gegeven moment, op het moment zelf, dan... Ja, trek we aan de touw en valt er een doek naar beneden en daar kwamen wij, want wij hadden er ook voor gekozen. Dat vonden we zelf dan heel leuk. Dan was ik te fijn dat vanuit hier het bestuur ook mocht. Wij wouden graag met de kinderen uitkomen. En dat vond ik wel speciaal. Dat wij dat met het gezin tevoorschijn kwamen. Ja. In ieder geval als onze kinderen dat wilden, zei we. Ja. Maar ja, ja. We hebben het, ja. En wat geeft dat dan van gevoel als je eruit komt? De zaal natuurlijk enthousiast, hè? Ja, die monden die openvallen en wauw. En ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. Ja, en dan moet de familie ingelicht worden? Hè? Ja.
En hoe reageerde die? Ja, dat weet ik dus. Ja, als ze hier komen, natuurlijk lachen van, ja, God, non de pie, dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Want daar was het bij heel veel mensen, omdat ze weten hoe wij zijn. Ja. Dus, ja. Ja, 18 november, het was zover. Gert, het is nou, wat is vandaag, januari, had daar veel meegemaakt of niet? Gert al hoor, dingen meegemaakt? Ja, 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 we hebben al een paar recepties opzetten. Waar? We zijn bij Locomotion geweest. Bij de Mirpool geweest, Koude Voetjes, we hebben Leende gehad, we hebben ja, Blasdonk is er dan, Sterksel, Osse Drijvers hebben we gehad. Ja, maar Heren Zomer gaat goed met elkaar, hè? Die ja, heel leuk, elkaar. Heel leuk, ja. Dat is een mooie stijl, vind ik, die prinsen van, ja, van Zomer. Is, ja, dat is, ja, ja? Dat past precies. Aan mensen die je allemaal niet kent, dat wel, van tevoren? Nee, ja, eentje die ik dan een beetje kon, Rowan, prins, ja? Rowan. Die, ja, die kon ik dan, maar voor de verdere rest, nee. Ja, geldt ook voor de vrouwen onder elkaar, de prinsessen? Zeker, zeker. We echt meteen hartstikke leuke klik. En ook, ja, omdat je samen met hetzelfde schuitje zit, denk ik, ja, echt, ja, dat gaat superleuk. Ja. Ja. Het hoogtepunt komt erin, hè? Komende zaterdag, receptie. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, zinnen. Zinnen. Ja, door die andere recepties zie ik wat er allemaal... Van gekkigheid dat er dan loskomt. En dan, ja, vooral voor die, de desbetreffende prins op dat moment. Dus ja, ik heb er wel zin in om hier ook een feestje te gaan bouwen, ja. Ja, ondertussen zijn de mensen om jullie heen, Angela, allemaal iets aan het regelen, ja, of niet? Ja, dat klopt. Hè? De kinderen, je weet niet wat er gebeurt. Nee, zeker niet. Nee. En die, we mogen al niet meer in de telefoons kijken van de kinderen. Allemaal geheimzinnig. En zijn uit een paar groepsapps gezet. Want ja, we mogen niks, nee, allemaal in het geheim natuurlijk. Heb je dan een beetje een normaal leven, of niet? Ja, nou ja, op zich toch nog vrij, vooral, ja, vooral door de week redelijk, maar ja, wel echt gewoon mega volle weekenden. En, ja. Ja, het mooiste moet er komen, hè? Ja. Want na jouw receptie ben je nog niet klaar, hè? Dan is het nog een week. Nog twee, ja, dan. Nog twee. Nog, maar goed, twee. Die weekend ervoor voor carnaval is ook van alles te doen, hè? Voor jou. Die weekend voor carnaval? Ja, in ieder geval, de buurt moet in ieder geval... Ja, 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 en dan, ja, hebben we het, ook de receptie van de platte vonder van prins Rowan, die zit daar nog in. Ja. En dan de buurtversiering? De buurtversiering keuren. En Eeuwig Zonde is er tussen gekomen? Of, ja, mag niet iedereen dat weten? Ja, wel, natuurlijk wel. Ja, dat is om prinsen bij elkaar nog even, ja, ja, elkaar toosten, foto. Ja. Ja. Dan begint carnaval. Wat kijk je het meest naar uit? Ik vind het ook wel leuk. We hebben nou veel dingen al gehad met de grote prinsen. Hè, de, allemaal dingen. En ik heb er ook wel zin in om dan het visje hier te vieren. Gewoon in het algemeen met Land van de Keipel. En met de jeugd, prinses erbij en de jeugdadjudant. Want daar zijn we op zich nog maar weinig mee weg geweest. En daar heb ik ook wel zin in. Dan, ja, met heel jeugdraad. Voor eigen volk. Eigen volk, ja. Ook wel een keer ja, dat er daarbij komt. En dan kan het hij ook. Hè, want er zijn verenigingen die zoeken het op een ander. Maar jullie blijven zoveel mogelijk hier. Ja. Met de sleuteloverdracht heb je eerst dan de meest zal ook mee doen? De meest enkel Lambertse Kerk of niet? Ja, 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 ja. Maar dan is het allemaal Zomerij de rest van de dagen? Zondags, ja, dan gaan we nog naar de optocht in Zomerijd. Ja, ja. Waar lijkt jou het mooiste? Ja, kolderavond lijkt me heel leuk, want ja, de Zanikavond was hier super. Dus ik hoop dat die organisatie... Ja, die hebben afgelopen weekend gehad. Ja, dat is wel helemaal iets waar ik wel van hou. Hè. Humor, dat past me wel. Ja, maar je hebt wel een hoop toppers binnen, hè? Ja, ja, het was... Hoe komt dat ze allemaal nog heel naar de hei komen? Ik weet het niet, ik weet het niet. Lag ze hier om de scheet? Ja. Ze lag hier overal. Ja, dat kan ook zo maar zijn. Dat zie je nou wel. Ja. Nee, maar dat valt me altijd op. Kolderik en avond ook, daar komen gewoon echte toppers, hè? Ja. Gaan die laat, Ger? Ja, dat weet ik niet. Ik vond, ik vind dat ze dat heel goed georganiseerd hebben in ieder geval. En ik vond ook dat de oude prinsen en de Raad van Elf, die hebben ook een heel mooi stuk in elkaar gezet. Dus ja, de hele avond was compleet. Ja. Met die danscrew Heibel, die deed ons gewoon een stuk. Veel jong meiden op het podium, dus ja, kei leuk. Het is toch apart, Angela, is allemaal voor jullie, hè? Ze doen het allemaal voor jullie. Ja, dat is waar. Ja, en dan sta je daar ineens en dan zie je het ook helemaal van de andere kant. Ja. Voelde wij dan een beetje een prinsesje, of niet? Ja, jawel, jawel. Ik zal niet naast mijn schoenen gaan lopen, maar ja, zeker wel, zeker. Ja, dan kroont je je ooit af of heb je altijd op? Nou ja, ik doe het toch wel eens ooit af, want zeker wel. Ja, gaat er zin in? Maar het ging ook weer voorbij. Ook goed, hè? En dan komen die hier op te hangen, of niet? Ja. In de muur. Dan komen we hier voorbij te hangen, ja. Dan worden we vereeuwigd. Vragen, wie zijn jullie eigenlijk? Ja, dus, ja, nou, ik ben in het dagelijks leven, dan ben ik Gian Vergeer. Ik ben 44 jaar oud. Ik ben een echte Heijse, zoon van Huub
Vergeer en Mien Vergeer van de Tillaar. Mien? Ja. Ja, oh, die ken ik ook, ja. En ik werk bij Lene Transport in Zomeren. Als chauffeur? Ja. Als chauffeur, ja. Ja, 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 ja. En Lene is er wel blij mee? Ze doen goed mee in ieder geval. Ja. ze stralen er ook mee dus. En wat zijn jouw hobby's behalve carnaval? Ja, carnaval niet echt hè? Nee, jawel, ja, ik zit er nou voor het vol in. Maar mijn hobby's, dat is... ik doe graag met de vrienden een potje bier vatten. Dat is al een hele grote hobby. En ik geef training aan de JO17 van SVSH. Dat is een grote hobby. Er zit een, speelt de oudste zoon van ons in. Ja. Ik ben zelf ook voetballer geweest, sorry. Ja, maar dat is al heel lang geleden. Een beetje op niveau? Nee. Als Rijk voetbal. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel hoog niveau, maar nee. En prinses Angela, wie ben jij? Ik ben Angela van de Ven, uit Zomeren, 42 jaar. Altenblad Noord gewoond. Tot 2006 zijn wij samen in de hei komen wonen. En bevalt goed? Bevalt heel goed, zeker. Ja, mooi dorpje. Ja. Zeker. En je hebt, ik zie de foto, 3 kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. En daar zijn? Vince, de oudste, 15 jaar. Mick is 13, de middelste jongen. En de jongste Fem, die is 11. En die vinden het hartstikke fijn dat je allemaal prins en prinses bent. Ja, zeker. Ja, die waren echt enthousiast. En als ze mee kunnen en ze willen mee, mogen ze mee. En hebben ook wel de leeftijd om ook ooit thuis te kunnen blijven. Waar wordt? Ja, en jouw dochter is constant bezig met die veren te oprapen, of niet? Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Dat is wel echt onze assistent, wat dat betreft. Ja, ja, nou weten we in ieder geval wie jullie zijn. Dan gaan we weer terug naar Zaal Heidehof. Dan doet de prins nog één keer zijn lijfspreuk. Ik zwaai de scepter. Jullie even het glas. Dit jaar vieren wij carnaval vol gas.